Op woensdag 15 mei organiseerden de dorpsraad Mil en de gemeente Land van Kuik de opening van een aantal heringerichte en aangepaste speelplekken in Mil-West. De bijeenkomst begon in wijkaccommodatie De Wester, waar de gemeente een toelichting gaf op het actuele speelplekkenbeleid. Hierna vertrok het gezelschap onder leiding van wethouder Soles naar het Koperwiekplein. Door het slechte weer viel de publieke belangstelling wat tegen. Maar wanneer de zon weer schijnt, zullen kinderen zich ongetwijfeld gaan vermaken op deze speelplekken in Mil-West. Nou, ik heb het nog niet allemaal even goed kunnen zien, maar volgens mij is het hartstikke mooi geworden. Liever had ik gehad dat er heel veel kinderen waren om het nu te kunnen testen, maar het weer werkt niet even goed mee. Helaas. Maar even goed is dit dan het moment dat we het officieel gaan openen. En we hebben kinderen gevonden die ondanks dat het regent toch willen komen en ook nog helpen ook. Ja, super. Ja, dan gaan we hem bij deze maar officieel openen. Wil jullie samen hier knippen? 1, 2, 3. Ja, ja, ja. Oh, oh. Bijna. Ja, nog een keer knippen, nog een keer knippen. Ja. Oh. Bijna. Ja, ja. Doe dat maar keer. Ja, 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 ja. Ja. Nou, dan is het bij deze geopend. Ik zou zeggen aan alle kinderen en iets oudere kinderen. Heel veel plezier.